1530. De Franse schrijver Rabelais schrijft over vader en zoon Gargantua en Pantagruel. Het zijn koningen, reuzen, grote kerels, eten, drinken, plezier maken, daar gaat het constant over. Gargantua noemt zijn zoon Pantagruel, omdat hij geboren is na een periode van grote droogte. Ook bij mijn zoon heeft dat zijn gevolgen gehad. Wel, zoals u ziet, de zoon, Pantagruel, is een beetje gesofisticeerder dan zijn vader. Maar heeft daarom nog niet alle kwaliteiten van hem. Bij Gargantua kun je immers de banken verstellen in verschillende hoogtes. Dat is niet mogelijk bij deze tafel. Dat geeft dan wel de mogelijkheid om de structuur te lakken, omdat er dan geen risico is bij het verstellen dat de lak zou beschadigen. Verder zijn er kleine esthetische verschillen en bijvoorbeeld ook dit extra feature heeft hij. Thomas, kom. Dank u. Santé. Cheers.